Op vrijdag 26 en zaterdag 27 november 2010 werd in de Kei in Reusel voor de 17e keer het Drie Palmen en een Bok Festival georganiseerd. Dit tweedaagse muziekfestival is zo bijzonder omdat de organisatie de volledige opbrengst aan een goed doel schenkt. Dit jaar is dat Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. U ziet nu een korte impressie, maar eerst vroeg ik aan een woordvoerder van de Stichting Leergeld wat de doelstellingen zijn van deze stichting. Deze stichting die helpt vooral kinderen tussen 4 en 18 jaar met schoolse en buitenschoolse activiteiten dat ze mee kunnen doen met hun vriendjes of vriendinnetjes. Dance with the father, kiss for the need and three and round.